Goedemorgen aan, het is woensdag 18 november. Ik ben onderweg naar mijn werk en dit is een overzicht van de afgelopen paar dagen. Zo, het is zaterdagochtend. Ik ben weer onderweg. Even wat spullen halen en dan weer hard klussen in het huis. We gaan zien wat de dag brengt. Ik hoop dat ik je een beetje mee kan nemen. We gaan het zien. Wat ik natuurlijk voor het gemak even vergeet, wat ik je nog wel even wil zeggen, is gefeliciteerd met je nieuwe kanaal. Ik weet niet of gefeliciteerd het goede woord is, maar ja, ik heb gekeken, ik vond het leuk. Ik hoop dat je het elke dag kan volhouden, want elke dag is zwaar. Maar ik zou zeggen, zeker doen. En ik ben benieuwd wat het allemaal voortbrengt. Ik ga even winkelen. Zo zijn we in het huis. Druk bezig, inmiddels weer een nieuw gat in de vloer gemaakt. We gaan door. De zaterdag is voorbij. Tot morgen. Het stormt als de neten. En wij gaan weer aan de slag. Door een mooi wit gestukte muur. Het is dinsdag. Vandaag zit ik helemaal alleen op mijn werk. Ik denk misschien is het leuk om een keer te laten zien waar ik dan daadwerkelijk mijn werk doe. Maar dan heb je ook een keer mijn werkplek gezien. Ik denk dat vind je misschien een keer leuk. Ik moet trouwens zeggen dat ik die timelapse video's erg cool vind. Gaaf ding. Ik weet niet wat die gekost heeft, maar ik denk dat ik er ook eentje wil. Want dat ziet er gewoon super gaaf uit. Ik volg je blogjes uiteraard met verve. Ik kijk ze elke dag. Blijf volhouden, want ik vind het echt heel leuk. En ik weet dat andere mensen het ook echt heel leuk vinden. Jij bent duidelijk de betere vlogger van ons twee. En dat is helemaal niet erg. Ik hoop dat je er heel veel succes mee hebt. Ik zou het ook graag willen doen. Mijn allereerste voorstel was, zoals je weet, om dit elke dag te doen. Eén keer jij, één keer ik, één keer jij, één keer ik. Maar goed, daar zijn we snel van teruggekomen in verband met eventueel veel te veel werk zijn, moeilijk. Jij hebt er inmiddels ruimte voor gevonden om het elke dag te doen. Gaaf. Zeker blijven doen. Dat was het eigenlijk voor nu. Ik zeg Daan, ik zie jou volgende week.